Beste ouders en verzorgers, fijn dat u deze presentatie wilt bekijken. We hadden u graag op school ontmoet, maar hopelijk is deze manier voor nu voldoende om u in ieder geval de juiste informatie te verstrekken. Het zijn bijzondere tijden en gezien de ontwikkeling en de richtlijnen zal het zeker nog een aantal maanden duren voordat we u kunnen uitnodigen op school. Tot die tijd zullen wij, en met name de mentor, vooral via de mail en telefonisch met u in contact treden. Graag stel ik me even voor. Mijn naam is Legiers en ben teamleider van het HAVO. Voor alle onderwijskundige zaken in de organisatie binnen de HAVO kunt u bij mij terecht. Voor de directe begeleiding van uw kind kunt u terecht bij de mentoren HAVO 3A, de heer Langendoen, HAVO 3B, de heer Van Loo en HAVO 3C, de heer Rotier. Uw kind is geplaatst in het HAVO. De verlengde brugperiode is voorbij en we gaan ervan uit dat uw kind in staat is om het HAVO-diploma in 3 jaar te behalen. Dit is een belangrijk jaar, want hierin worden keuzes gemaakt voor de toekomst. De HAVO-afdeling is gericht op het vervolg, het HBO. Wij profileren ons als vooropleiding van het HBO en houden daarbij rekening met de kenmerken van de HAVO-leerling. Binnen de lessen in onze aanpak gaan wij uit van intelligente, creatieve leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn. Graag samenwerken, de structuur zoeken en vooral ook zelf keuzes willen maken. Mijn naam is Linda Driever, ik ben decaan HAVO bij ons op school. En ik ga u wat vertellen over de profielkeuze die dit jaar gemaakt gaat worden in HAVO 3. Wij zijn als school een HACO-school. HACO staat voor Havisten Competent. Dat betekent dat wij onze leerlingen op de HAVO vaardiger, competenter willen maken, waar zij zowel tijdens hun middelbare schooltijd als hun tijd hierna op het hoger onderwijs baat bij zullen hebben. Havisten Competent heeft verschillende opdrachten, werkt met webquests. En de leerlingen werken aan de hand van die webquest onder andere ook aan de profielkeuze. Een belangrijke keuze natuurlijk voor hen dit jaar. Middels kleine opdrachten komen ze steeds dichter bij die keuze. En de mentor is degene die hen daarin begeleidt. Daarnaast zitten we ook als school in een groot samenwerkingsverband in de regio Rotterdam. Waar onder andere de Hogeschool Rotterdam en in Holland ook in zitten. Om te kijken hoe we de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs kunnen verbeteren. En dit valt mooi samen met hoe wij onze leerlingen via Havisten Competent ook deze vaardigheden aanleren. En dan is daar de profielkeuze in HAVO 3. Leerlingen zijn er middels de HACO-les, de mentorles, veel mee bezig. Maar als je dan gaat kiezen, ja, waar begin je dan? Voor leerlingen is het natuurlijk belangrijk om te kijken, waar liggen mijn interesses? Wie ben ik? Wat vind ik leuk? Wat wil ik wel? Wat wil ik niet? Een soort zoektocht. Een zoektocht naar ja, wat past er eigenlijk bij mij? En vervolgens is het natuurlijk ook belangrijk om te kijken, en dat kunt u ook goed samen met uw zoon of dochter doen, van waar liggen nou jouw talenten? Waar ligt jouw kracht? Waar ben je goed in? En is dat ook iets waar je dan later wat mee zou willen doen? Dat kan zijn door te kijken naar bepaalde vakken. Dat kan zijn door te kijken naar bepaalde vaardigheden die iemand beheerst. Capaciteiten is een heel ruim omvattend begrip. En zeker belangrijk om naar te kijken als het gaat om de profielkeuze. En naast kijken naar de interesse en de capaciteit is natuurlijk ook belangrijk dat de leerling weet wat valt er eigenlijk te kiezen. Welke mogelijkheden heb ik? Welke profielen zijn er? Welke keuzes heb ik binnen de profielen? Als ik dan een bepaald profiel kies, welke opleidingen kan ik daarmee? Sommige leerlingen weten al een beetje welke richting ze op willen. Welk profiel sluit daar dan goed op aan? Dus het is belangrijk dat leerlingen weten wat is er? Welke mogelijkheden zijn er? En dat gaan ze ook samen middels een opdracht van HACO
zelf op onderzoek uit met begeleiding van de mentor om te kijken welke mogelijkheden heb ik. En daarbij is het ook belangrijk als je dan wilt kiezen om te kijken naar de haalbaarheid. Wat kan ik kiezen gezien mijn cijfers? Want er zijn bepaalde aanvullende eisen bij bepaalde profielen. En welke adviezen geven mijn docenten? Docenten geven altijd in de loop van het jaar via magister adviezen voor een leerling. Een J, een N of een T, een ja, nee of een twijfel. En dat houdt in dat hij of zij verwacht dat deze leerling zijn of haar vak succesvol gaat afronden tot en met HAVO 5. En die adviezen van docenten zijn zeker belangrijk en ook belangrijk om die mee te nemen in de keuze. Ik zeg ook altijd tegen leerlingen, als je verrast bent door het advies in positieve zin of misschien in negatieve zin, vraag ik altijd aan de docent, goh, ik zie dat ik een twijfel heb of ik zie dat ik een ja heb, maar ik twijfel eigenlijk zelf. Kunt u uitleggen hoe u tot uw advies bent gekomen? Hier ziet u het tijdpad voor dit schooljaar wat betreft de profielkeuze. Normaal is er natuurlijk een reguliere voorlichtingsavond. Dat is dan nu via deze manier naar u toegekomen, de informatie via deze PowerPoint. De leerlingen zijn, zoals ik al aangaf, in de mentorles, in de HACO-les, bezig met beetje bij beetje tot de keuze te komen om hun profiel te gaan kiezen. Op 12 februari geven de leerlingen zelf door wat hun voorlopige keuze zal zijn. Daar zit nog niks aan vast, dat is puur ter inventarisatie en ook om de leerlingen alvast echt wel goed na te laten denken, mochten ze dat nog niet hebben gedaan, wat ze nou zouden willen kiezen als ze nu moesten kiezen. En ook of het op dat moment haalbaar is qua cijfers en qua vaardigheden om dat desbetreffende profiel te kiezen. Begin februari zal er nog een voorlichtingsavond zijn, althans die staat gepland. Even afwachten wat de ontwikkelingen zijn natuurlijk wat betreft het coronavirus. Maar mocht dat anders zijn, dan krijgt u natuurlijk die informatie alsnog die er anders op deze avond verteld zou worden. Leerlingen maken normaal gesproken op die avond, die voorlichtingsavond, ook kennis met nieuwe vakken. Er zijn vakken die leerlingen nu nog niet hebben en ook nog niet hebben gehad, maar die ze in de bovenbouw wel kunnen kiezen. Op die voorlichtingsavond worden daar verschillende workshops, rondes in gegeven. Die avond is namelijk ook bedoeld om samen met uw kind naartoe te komen. Aangezien de leerlingen zelf de voorlichtingsavond over de profielkeuze geven aan de ouders. Uiteraard krijgt u daar nog verdere informatie en een brief over het hoe en wat. Wat betreft begin maart, dan is er de mogelijkheid tot een gesprek met de mentor, met uw zoon of dochter en met mij. Deze gesprekken zijn bedoeld als er nog vragen zijn waarbij u tot op heden geen antwoord heeft gehad omtrent de profielkeuze die de mentor niet kan beantwoorden. Dan kunt u dit moment hiervoor gebruiken. Uiteraard bent u ook vrij om mij tussendoor te bellen of een mailtje te sturen. Als er vragen zijn, dan help ik u graag verder. En 19 maart, dat is een belangrijk moment, dat is de deadline om de definitieve profielkeuze door te geven. Dat doorgeven gebeurt online via het magisteraccount van de ouder. Uiteraard ontvangt u daarover ook nog een brief met instructies en hoe dat in zijn werk gaat. En begin juli, het staat met een vraagteken, is er een snuffelstage gepland voor leerlingen om kennis te maken met het werkveld. De vraag is of dat door kan gaan. Wij hopen natuurlijk van wel, want dat zou een goed teken zijn. Dus dat is nog eventjes afwachten. Eerder gaf ik al aan dat wij werken met Haviste Competent, HACO. Hier ziet u de link naar de site. Dan kunt u zelf een kijkje nemen waar uw zoon of dochter mee bezig is. Er staan verschillende webquests op deze site. En de materialen voor HAVO 3 zijn vrij toegankelijk. Die hebben ze opengesteld dit jaar. Dus u kunt zonder inloggegevens of wachtwoord gewoon kijken van, goh, wat is mijn zoon of dochter nu aan het doen? Wat voor een opdracht is hij mee bezig? En de opdrachten zijn gebaseerd op de vaardigheden die belangrijk zijn ter voorbereiding op het HBO. Waaronder samenwerken, presenteren, onderzoeken, reflecteren.
En ga zo maar door. En de leerlingen zijn in de verschillende opdrachten beetje bij beetje daar in de HAVO 3. Maar ook dit gaat verder in HAVO 4 en in HAVO 5 sluiten ze HAVIS de competenten eigenlijk af met de meesterproef, het profielwerkstuk, waarbij allerlei vaardigheden die van belang zijn samenkomen in één product. Hier ziet u de beginpagina van HAVIS de competent. En als u gaat naar kennis, dan ziet u daar webquest staan. En dan laat ik u zo op de volgende sheet zien, op de volgende dia, hoe dat programma van HAVO 3 eruit ziet. Hier ziet u het programma van HAVO 3. In HAVO 3 hebben we een selectie gemaakt van de onderstaande, of van de webquest die u hier op de dia ziet staan. En samen met de mentor doorlopen ze een bepaald programma waarin de verschillende webquests aan bod komen. Achter elke webquest zit een programma met tekst en uitleg en verschillende opdrachten die de leerlingen maken. Zoals u in het tijdpad van de profielkeuze kunt zien, staat er begin februari een profielkeuzeavond gepland. Dit is een avond waarbij de leerlingen zelf de profielkeuze presenteren, waarbij ze dieper ingaan op de profielen en de keuzes daarbinnen en de verschillen tussen vakken en ook de opleidingsmogelijkheden die er zijn met de verschillende profielen. Voor dit moment wil ik u een korte kennis laten maken met de profielkeuze, dus verdere informatie zal nog volgen in februari. Op diezelfde avond is er ook de mogelijkheid om kennis te maken middels workshops en voorlichtingsrondes over de nieuwe vakken. Vandaag dus even kort het aanstippen van de profielkeuze en ik heb als voorbeeld het profiel cultuur en maatschappij gekozen. Er zijn daarnaast nog drie andere profielen, economie en maatschappij, natuur en gezondheid en natuur en techniek. Al deze profielen hebben het vakken uit het gemeenschappelijke deel. Nederlands, Engels, maatschappijleer, LO, lichamelijke opvoeding en CKV, culturele kunstzinnige vorming. Daarnaast geldt specifiek voor het profiel cultuur en maatschappij dat het vak geschiedenis verplicht is. En daarnaast moet er een keuze gemaakt worden tussen het vak Frans of Duits. Daarna heeft de leerling de keuze tussen het vak handvaardigheid of tekenen, aardrijkskunde of economie. En vervolgens is er nog een lijst van vakken waar hij of zij er eentje uit kan kiezen. Dat is hoe het profiel cultuur en maatschappij is opgebouwd. En zo heeft elk profiel zijn verplichte vakken en mogelijke keuzes binnen het profiel. Het profielkeuzeformulier is ook terug te vinden op de site. En dat vindt u als u kijkt naar de homepagina van het Hoeks Lyceum. Als u gaat naar leerlingen en dan leerlingpagina, dan vindt u rechts in beeld allerlei informatie, allerlei stukken waar u naar door kunt klikken en daar staat ook het profielkeuzeformulier bij. Dan ziet u het totaaloverzicht van de keuzes die wij als school aanbieden. Dit is mijn laatste dia over de profielkeuze. Ik vind het belangrijk dat u weet dat u met uw vragen terecht kunt bij de mentor, maar ook zeker bij mij. Dat geldt overigens natuurlijk ook voor de leerlingen die terecht kunnen bij hun mentor. Maar ook als er vragen zijn waar de mentor wellicht geen antwoord op heeft. Of een leerling behoefte heeft om gewoon even met mij te praten over de profielkeuze of over mogelijke studiekeuzes. Dan zijn zij natuurlijk van harte welkom. Voor u is het denk ik het makkelijkst om mij een mail te sturen of mij telefonisch te benaderen. Mijn e-mailadres staat al eerder genoemd en via het schooltelefoonnummer kunt u doorverbonden worden met mijn telefoonnummer. Wat betreft de schoolsite, dat is handig om te kijken voor het profielkeuzeformulier. Dat vindt u als u naar de homepagina gaat en klikt op leerlingen en vervolgens op leerlingpagina. Dan ziet u rechts in beeld verschillende documenten staan, waaronder ook het profielkeuzeformulier. En er zijn twee profielen waar aanvullende cijfereisen gelden, namelijk het profiel natuur en gezondheid en natuur en techniek. Deze eisen staan vermeld in het document Determinatie en Bevorderingsbeleid. Dat vindt u ook op de site. Dat vindt u door te klikken op leerlingen en vervolgens richtlijnen en protocollen ziet u staan rechts in beeld. Daar vindt u dat document terug. Daar ziet u de cijfereisen
En dus ik vind het belangrijk dat leerlingen het weten. En ik vind het ook belangrijk dat u hier van deze eisen op de hoogte bent. Wat betreft de site studiekeuze123.nl, dat is een site waarop een totaal aanbod is van alle opleidingen in het hoger onderwijs, dus zowel HBO als WO. Daar vindt u welke studies er zijn, waar die zijn en wat eventuele toelatingscriteria zijn. Waarbij dus gekeken kan worden, sluit mijn profiel aan bij een opleiding die ik wellicht wil gaan doen. U kunt samen kijken met uw zoon of dochter welke studies er zijn in een bepaalde richting. Dat is allemaal te selecteren. En te kijken welk profiel of welke profielkeuzes sluiten daar dan het beste op aan. Bedankt voor uw tijd. Begeleiding. En mocht er de vragen zijn, dan op het Hoeksche Museum vinden wij begeleiding erg belangrijk. Bedankt. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders en voor de leerling. De mentor die zal regelmatig contact hebben met de ouders op het moment dat de resultaten van de leerling tegenvalt. Daarnaast zal er een plan van aanpak gemaakt worden, zodat er gekeken wordt hoe wij de leerling het beste kunnen helpen. Mocht u een specifieke vraag hebben voor een vakdocent, neem dan alsjeblieft contact op met deze vakdocent. Dit kan door de voorletter, vervolgd door een punt, achternaam, apenstaartje, hoeksliceum.nl. Wekelijks heeft de teamleider een mentorenoverleg samen met de mentoren. Hierin wordt gedrag en resultaten besproken. Als er naar aanleiding van dit gesprek noodzaak is om contact op te nemen met de ouders, zullen wij dit als mentor zeker doen. Dit jaar in HAVO3 staat in het teken van de profielkeuze. Dit zal voornamelijk gebeuren in de HAKO-lessen. De decaan zal daarnaast gesprekken kunnen voeren met leerlingen die twijfelen over het te kiezen profiel. Het is belangrijk dat de leerling aan het eind van het jaar het juiste profiel gekozen heeft, want deze vakken zullen ze in HAVO4 gaan volgen. Mocht er naast deze begeleiding nog meer zorg nodig zijn, dan hebben wij een zorgcoördinator. Deze kan de juiste lijntjes uitzetten en zorgen dat de leerling extra zorg heeft. Dit zal altijd in overleg gaan met de mentor. Mochten er bijlessen nodig zijn, kunnen wij dit intern aanbieden. Bovenbouwleerlingen geven deze bijlessen tegen een kleine vergoeding. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met de mentor. Dan de huiswerkbegeleiding. Wij hebben een externe instantie die u kunt inschakelen om huiswerkbegeleiding te bieden. Ook als u hier meer informatie over wilt, neemt u dan contact op met de mentor. Wat betreft herkansingen van toetsen heeft iedere leerling, zo ook uw zoon of dochter, elke periode, en we hebben 3 perioden per schooljaar, automatisch recht op 1 herkansing. Dit geldt voor alle toetsen die niet op een andere manier herkansbaar zijn. Als daar behoefte aan is, kan de mentor uw zoon of dochter helpen bij deze keuze. Uiteindelijk is natuurlijk de doelstelling een overgang naar HAVO4. Hiervoor zijn de richtlijnen eenvoudig. Maximaal 2 tekorten in de gekozen vakken. Daarnaast zijn er nog enkele extra eisen afhankelijk van het gekozen vakpakket. Binnen de HAKO-lessen zullen we hier uitgebreid aandacht aan besteden. Hopelijk kunnen we u daarover ook meer vertellen tijdens de profielkeuzeavond in januari, waarbij de leerlingen zelf de organisatie en de presentaties in handen hebben. Een aantal praktische zaken. Op school houden wij ons strikt aan de RIVM-richtlijnen en houden u via brieven en mail op de hoogte van de maatregelen die op school getroffen worden om het risico op besmetting te voorkomen. Daarnaast informeren wij u over alle aanpassingen die noodzakelijk zijn om een goede begeleiding van uw kind te waarborgen. Onze prioriteit is dat uw kind, ondanks de huidige situatie, zo goed mogelijk begeleid wordt naar de volgende fase in de schoolcarrière, de bovenbouw. Dit natuurlijk in samenwerking met u. Dan nog enkele praktische zaken. Afwezigheid graag vroegtijdig melden bij de verzuimcoördinator. En we gaan ervan uit dat elke schooldag is van 8:15 tot 5:00. Dit zal niet ingeroosterd zijn, maar we kunnen er wel van uitgaan dat een kind beschikbaar is binnen deze tijd. Hartelijk dank voor het bekijken van de PowerPoint. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd per mail of telefonisch contact opnemen met de mentor. Hopelijk kunnen we u snel ontmoeten op school. In goede gezondheid. Nogmaals dank u wel.